Van mij mag alles, maar ik vind het een beetje een enge figuur, de Roetveegpiet. Vind je niet? Ik vind het een beetje, net alsof je uit haar bosjes is gekropen. Een enge, vieze straatrover. Dat is het dan, een enge, vieze straatrover. Maar goed, als zwarte mensen zich daar wel mee kunnen vereenzelvigen. Ik dacht dat we er juist vanaf wilden van die bosjes, mannen, maar... U weet niet meer of u mag lachen. En ik weet niet meer of ik er een grap over mag maken. Maar lachen is belangrijk, jongens. Lachen is een manier om van je stress af te komen, om van je verwarring af te komen. Je hersens volgen logica, grappen per definitie niet. Dus je hersens met een grap in contact, kortsluiting op je printplaat. En dan gaat de spanning weg via je gezicht. Lachen, een contractie van de spieren. Haha. Maar u lacht niet meer. U verstart. Een paar jaar geleden op de Haagse Hogeschool stond er bij de kerst ineens geen kerstboom in de hal. En iedereen zei, waar is de kerstboom? En toen zei men, ja, we hebben hem maar weggelaten. Want het zou kunnen zijn dat er mogelijk mensen zijn die zich zouden kunnen storen aan de aanwezigheid van een kerstboom. De NPO had deze maand ineens een sportje op televisie over het decemberfeest. Ik wist niet dat we het decemberfeest hadden. Ik heb een kerstfeest en een Sinterklaasfeest. Nee, het was ineens een decemberfeest. En toen kwam de ophef en toen hadden ze natuurlijk een sportje klaar liggen. Het was ineens wel een kerstfeest. Schilderijtjes met blote vrouwen in de openbare ruimte. Nou ja, laten we dat maar niet doen. Hè. Laat maar niet doen. In je naki douchen na de voetbalwedstrijd. Nee, liever niet. Allochtonen, mag ik niet meer zeggen. Nee, je moet iets anders zeggen. Iets van mensen met een etnische beperking of zo. Wat is dat? Wij raken onze vrijheden kwijt. En als je dat dan zegt, zeg je, ja, je bent een boze witte man. Waar komt dat ineens vandaan? Ja, ik ben wel wit, maar niet boos. Ik wil wel praten, maar ik ga niet praten met iemand die zijn ijzer op tafel legt of op zijn tafel twittert. Ik wil praten, ik wil communicatie, ik wil een gesprek. Rustig, rustig.